Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Shift Up met dit keer ook een nieuw model, namelijk de BMW 4-serie Grand Coupé. Een auto die in november 2021 op de Nederlandse markt kwam, maar de neus die zullen jullie misschien al eerder hebben voorbij zien komen, die komt namelijk van de BMW 4-serie Coupé die een jaartje eerder op de markt kwam. En die neus, dat is een veelbesproken neus, door natuurlijk de hele grote nierengril. En die verwijst weer naar het verleden van BMW met bijvoorbeeld de klassieke 328. Tijdens de introductie waren natuurlijk heel veel verschillende meningen over die grote nierengril. Dus ik ben wel heel benieuwd wat jullie nu, anderhalf, twee jaar na de introductie van die grote grill vinden. Verder is deze Grand Coupé te herkennen aan de mooie slanke koplampen, de mooie aflopende daklijn en ook de handgrepen. Die zijn anders dan bij de coupé versie, die zijn namelijk mooi verzonken. De achterkant ziet er naar mijn mening ook erg mooi uit door de mooie sierlijke achterlichten, het donkere glas, subtiele M-spoiler en natuurlijk op deze auto een M-sportpakket waardoor die een iets stoerdere en sportievere voorbumper heeft. Andere velgen, optioneel te bestellen 19 inch in twee kleuren en natuurlijk de achterbumper met de in contrasterende kleur diffuser die best wel ver doorloopt in die achterbumper. En dan komen we gelijk bij de praktische kant van deze 4-serie Grand Coupé, namelijk de opening van de kofferbak. Die is een stuk beter, naar mijn mening, dan die bij de 3-serie. Hij heeft 470 liter bagageruimte, dat is weliswaar 10 liter minder dan bij de 3-serie het geval is. Wel een driedelende klapbare achterbank, alleen de instap is gewoon een heel stuk makkelijker dan bij de 3-serie het geval is. Ander leuk detail, dat is de achteruitrijcamera die in het BMW-logo zit verwerkt. Een ander detail waaraan je de BMW 4-serie Grand Coupé kunt herkennen, dat zijn de portieren met ramen daarin zonder omlijsting. Een echt coupé idee. Nog een leuk detail, dat is deze interieurstrip. Die kun je in allerlei kleuren kun je die natuurlijk instellen. Blauw, groen, rood. En het begint rood te knipperen op het moment dat je de auto de motor aan het draaien hebt en de portier open hebt. Om eventueel een voetganger of een fietser te waarschuwen in het donker dat de portier open staat. Achterin de BMW 4-serie Grand Coupé is iets groter geworden dan zijn voorganger. Hij is ook wat langer, wat breder en ook iets hoger geworden dan zijn voorganger. De achterbank die ligt nog steeds lekker laag, waardoor je ondanks die aflopende daklijn wel voldoende hoofdruimte en ook zeker voldoende beenruimte hebt. Verder heeft de auto natuurlijk een middenarmsteun met daarin twee bekerhouders. Heeft die standaard climate control achterin. Dus hij heeft een driezonige climate control standaard en daaronder ook twee USB-C aansluitingen. Achter het stuurwiel van de nieuwe 4-serie Grand Coupé ziet er het bijna hetzelfde uit als de BMW 3-serie sedan en ook de Touring. Deze auto heeft een M-sportpakket waardoor die van buiten natuurlijk iets anders uitziet, maar ook van binnen. Zo heeft hij standaard in dat pakket de sportstoelen begrepen die erg fijn zitten. Het zitvlak kun je iets kantelen waardoor je meer ondersteuning hebt aan de onderkant van je benen. Je kan het zitvlak verlengen waardoor je meer ondersteuning hebt, de zijkant oppompen. Dus die zijn gewoon heel goed te verstellen. Verder heeft deze auto dan ook het M-Sport stuurwiel die er niet alleen heel mooi uitziet, maar ook nog eens fijn in de hand ligt. Het is een lekker dik stuurwiel met daarachter ook twee schakelflippers om op en terug te kunnen schakelen tijdens het rijden. Voor je hebben we geen analoge tellers meer, maar een digitaal beeldscherm. Op dat beeldscherm kunnen we eventueel de kaart krijgen, de navigatiekaart of bijvoorbeeld een lijst met je radiozenders, je laatste telefoon oproepen. Daarnaast hebben we de BMW Live Cockpit Professional, oftewel het grote scherm, het infotainment scherm die zowel heel makkelijk met touchscreen te bedienen is, als ook met spraakbesturing, als ook met de bekende BMW iDrive die nog naar mijn mening steeds super goed werkt en ze bij BMW er ook echt niet uit moeten halen. Je kan hem hiermee zo snel en blindelings bedienen, dat werkt gewoon geweldig. Onder het climate control paneel hebben we dan een tweetal bekerhouders met ook nog een draadloze telefoonoplader. En die draadloze lader die is iets groter geworden dan bij het vorige model 4-serie Grand Coupé. Want ja, telefoons die worden ook steeds groter, dus die draadloze laadplek moet ook steeds grotere telefoons aankunnen. Ook heeft BMW goed geluisterd naar hun klanten, want de vorige 4-serie Grand Coupé, daarin kon je alleen Apple CarPlay optioneel bestellen. In deze auto is dat ook Android Auto. Een ander mooi detail, dat zijn de gordels. Met ook de mooie M-Sport striping. Onder de motorkap van deze BMW 420i Grand Coupé ligt een 2 liter 4-cilinder benzinemotor met turbo. Die goed is voor 184 pk, 300 Nm aan koppel. Waarmee die een sprint van 0 naar 100 in slechts 7,9 seconden doet.
Gelukkig hebben ze in deze generatie BMW 4-serie Grand Coupé ook nog steeds de achterwielaandrijving. En dat geeft wel echt dat typische BMW rijgevoel. Wat er ook aan bijdraagt, dat is dat de auto iets breder en ook wat langer is dan de BMW 3-serie, waardoor die ook stabieler in de bocht ligt. En het is zo dat deze auto een wat grotere spoorbreedte heeft dan zijn voorganger. Hij heeft ook een 50-50 gewichtsverdeling en het zwaartepunt is ook wat lager komen te liggen, wat dus allemaal eraan bijdraagt dat de auto nog mooier rijdt dan zijn voorganger. Verder heeft deze auto ook een 8-traps automaat en heeft deze auto verschillende rijmodussen die je ook bij vele andere BMW's terugziet, die te bedienen zijn met de knoppen Sport, Comfort en Eco. Nou, we zitten nu in de comfortstand. Hij stuurt dan lichtjes, hij reageert rustig op je gasrespons. En op het moment dat je dan op Sport drukt, dan veranderen ook gewoon gelijk de tellers voor je. Dat digitale beeldscherm, dat ziet er in één keer een stukje sportiever uit. En dan merk je dus dat de auto feller reageert op jou, op het gaspedaal. Hij stuurt wat zwaarder en gaat ook wat later op en terugschakelen. Je kan dat overigens ook nog instellen. Dus wanneer je nog een keer op Sport drukt, dan kun je switchen tussen de standaard sportstand en de individual stand. En in die individual stand, dan kun je bijvoorbeeld zeggen dat die lichtjes stuurt, maar dat hij wel fel reageert op het gaspedaal en dat je transmissie ook sportief reageert. Dus dat kun je helemaal naar je eigen zien, kun je dat instellen. Dan is er vervolgens ook nog een Eco Pro modus. En in die Eco Pro modus zal hij natuurlijk alles aan doen om het brandstofverbruik te drukken. Ook binnen die Eco modus heb je een individual modus. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen dat in de Eco Pro modus dat je stoelverwarming maar op maximaal 80% wordt gebruikt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor je klimatisering. En ook heeft hij een functie licht en zicht. Die kan hij dus gaan reduceren om brandstof te besparen. Ten slotte nog wat over dit specifieke exemplaar. Het is er eentje uit 2022. Het is best wel een jonge auto. Hij is voorzien van een M-sportpakket en uitgevoerd in het Sofia zwart metallic met een mooi zwartlederen interieur. Met dus ook die leuke gordels met de M-sport striping erin. Verder heeft hij een head-up display waarin allerlei informatie wordt geprojecteerd. Een beetje snelheid, navigatie, telefoon. Hij heeft een parkeerassistentpakket met daarin ook een achteruitrijassistent die we hier even laten zien. Waarin de auto dus automatisch naar achteren kan rijden, dezelfde manier als je er ook bent ingereden. Stel je rijdt ergens in en je weet niet meer hoe je eruit moet, dan kun je dat door die achteruitrijassistent laten uitvoeren. Ik hoop dat je weer hebt genoten van deze video met dit keer de BMW 4-serie Grand Coupé. Laat in de comments vooral ook even weten wat je van deze auto vindt en zou je gaan voor de 4-serie Grand Coupé of dan toch liever voor de BMW 3-serie sedan. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond en vergeet je natuurlijk vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal om nog meer van dit soort BMW mini rijtesten te zien. Graag tot de volgende video.